Water is een kostbaar goed. In de plaats van met de riolering af te voeren, is het beter om het maximaal te hergebruiken. Hoe meer we dat doen, hoe minder het risico op wateroverlast en overstromingen. We zien ook de laatste jaren dat er meer en meer temperatuurstijgingen zijn, dat er een echte klimaatverandering plaatsvindt. Niet alleen de temperatuur stijgt, maar ook de buien gaan meer en meer en intensiever worden. We moeten ons echt bewust zijn van de gevolgen daarvan en het is ook een uitdaging voor de toekomst dat we daarop gaan inspelen. Aquafin houdt daar ook al rekening mee in zijn ontwerpen van zijn projecten, dat het water ruimte moet krijgen en dat we aan de waterbeheersing moeten doen. Elke gemeente is uniek op vlak van relief, omgeving, waterlopen. We proberen al deze factoren mee te nemen in een hemelwaterplan. Aquafin assisteert de gemeente bij de opmaak van die hemelwaterplannen. Op deze plaats liep het water vroeger de helling af en ging met een grote snelheid naar beneden en kwam terecht in de dorpskern. Dit zorgde voor wateroverlast. Om dit op te lossen hebben we hier in het park 4 buffervijvers gemaakt. In die buffervijvers wordt het water opgehouden, gebufferd, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd. Zo hebben we de overlast beneden in de dorpskern opgelost. De tussenschotten in de vijver dienen om het water te vertragen. Als het regent, dan komt het water tegen de schotten te staan en loopt het niet onmiddellijk naar beneden. Als het niet regent en het is droog weer, dan kan de zone ook gebruikt worden als recreatiezone. Zo kunnen bijvoorbeeld mountainbikers van de hellingen en over de schotten gaan. De juiste aanpak is om het hemelwater vast te houden en te bufferen. We moeten het water niet langer zien als een probleem, maar eerder als een meerwaarde naar de omgeving toe. We streven naar een leefomgeving in harmonie met het water.